Voorzitter, wij zeggen genoeg is genoeg. Wie van een afstand kijkt naar de onafvolgbare besluitvorming in dit hoofdpijndossier, verliest direct al het vertrouwen in het kabinet. En terecht. De sector regeert het luchtvaartbeleid. En het verantwoordelijk ministerie had niet eens de benodigde deskundigheid in huis om dit te controleren, laat staan de regie te voeren. Met als gevolg groei, groei, groei. In september werd de top van Schiphol nog op de vingers getikt voor de grootschalige presentatie van de nieuwste uitbreidingsplannen, terwijl de besluitvorming hierover nog moet plaatsvinden. Ondoordacht en onhandig, oordeelde het toenmalige kabinet mild. Hooghartig en schandalig, zou je ook kunnen zeggen. Een citaat. Verdere groei wordt als gegeven beschouwd. De vraag wat dit voor de veiligheid betekent, speelt tot nu toe te weinig een rol. Dit zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid eerder dit jaar. Door telkens maar weer aanpassing op aanpassing te doen, staat de veiligheid rond de luchthavens serieus op het spel, aldus de OVV. En rondom Schiphol vinden tot 13 keer meer ernstige incidenten plaats dan andere luchthavens. Zo bleek gisteren in het AD. Groei boven alles, met als gevolg dat Schiphol te vol is. En met als gevolg dat gemeenten en provincies nu het mes op de keel wordt gezet om Lelystad Airport te openen als overloopluchthaven. Wat is het effect daarvan op de veiligheid van het luchtruim, voorzitter? Uiteraard, denken wij, negeert deze minister niet de rapporten van de OVV en is zij uiteraard ook bereid dit in kaart te brengen, door bijvoorbeeld het ILT? Dat is een vraag. Voorzitter, het oude adagium van het kabinet Rutte 1, 2 en 3, bij een sterke markt hoort een regelluwe overheid, blijkt ook hier zo achterhaald. Hoe sterker de markt, hoe sterker de overheid moet zijn. Dat is het nieuwe verhaal. De overheid is uitgekleed en uitgemergeld. Wat een sneu verhaal, zeg ik met name tegen de VVD. Gelukkig is daar de burger. Zonder de inzet van de zeer strijdlustige actiegroepen zoals Hoogoverijssel hadden we dit debat niet eens gehad, wellicht. Er moest een actiegroep aan te pas komen om te controleren wat de overheid gedaan had, te corrigeren en de marktmacht te ontmaskeren. Dat is toch verzaken van de overheid, dat is toch verzaken van ons, zoals we hier zitten. Kijk ook even naar het CDA nu. Het CDA kijkt terug. En knikt ja. Heel goed. Voorzitter, de groei van de luchtvaart heeft groot effect op de leefomgeving. Niet alleen op het gebied van de geluidsoverlast en luchtvervuiling voor de mens, maar ook voor de beschermde natuurgebieden nabij Lelystad Airport. Deze gebieden zijn niet voor niets beschermd. De zinloze en schandalige ganzenslachting rondom Schiphol kan en mag niet gebeuren rondom Lelystad. Pakken natuurwaarden negatief uit als gevolg van faunabeheerplannen, dan kan de provincie daar geen goedkeuring voor aan verlenen. Graag een reactie daarop van de minister. Voorzitter, de verwachte groei, de voorstanders van de korte termijn economische belangen, die dat zo lekker willen halen, zeg ik, maken de klimaatdoelen onmogelijk, zegt Paul Peters van de TU Delft. Geen enkele, ik maak hem even af en dan ga ik graag naar de heer Dijkstra, geen enkele technische of financiële maatregel gaat dit compenseren, concludeert hij. De resultaten van dit onderzoek zijn nog niet weersproken. De heer Dijkstra. Voorzitter, in Flevoland liggen ook de Oostvaardersplassen. Daar vliegen we niet overheen, vanwege diverse redenen. Maar ik ben benieuwd naar de mening van de heer Van Raan hierover. Of ganzen en het beschermen van die ganzen of dat belangrijker is dan de mensen die wonen op de Veluwe in dorpen. De heer Van Raan. Ja, voorzitter. Zoals gebruikelijk weet de VVD een prachtig vals dilemma te schetsen. Alsof het gaat tussen ganzen en mensen. Dat is niet het geval. Er moet minder gevlogen worden. Dat is de oplossing. Voorzitter, ik rond af en zet de bril weer op. De blinde focus op groei is niet langer houdbaar. Niet de zoveelste uitbreiding, maar juist een krimp van de luchtvaart is nodig. En instinctief voelt iedereen ook wel aan dat als een retourticket naar Barcelona, €19, goedkoper is dan een enkele reis van hier naar Eindhoven, €20,30, dat er ergens iets niet klopt. We hebben het dus voor een deel ook zelf in de hand. En om de klimaatdoelen te halen moet de luchtvaart inkrimpen naar 300.000 vliegbewegingen per jaar. Volgens hetzelfde onderzoek van de TU Delft. Dat is het uitgangspunt. En dan kun je verder gaan kijken wat er allemaal mogelijkheid is. En we horen graag hoe de minister dit gaat verwerken in haar aangekondigde luchtvaartnota. Dank u wel.